Martin Viewfinder. Tijdens deze presentatie willen wij globaal twee dingen gaan doen. Het eerste is het geven van een kleine demo. En daarna gaan wij in op de feedback van de afgelopen presentatie. Die feedback gaat gaan over technieken. Er was Bluetooth voorbij gekomen, dat wij een consideration in achter moeten nemen. En wat besturingssystemen waar er vragen over waren. Oké, wat was Viewfinder? Viewfinder was een product waarmee verzorgers op afstand elkaar konden vinden door middel van een mobiele telefoon. That's about it. Ik denk dat we gelijk door kunnen naar de demo. Hier is het scherm van de telefoon. We hebben onze app gemaakt. Viewfinder. Hier is het Engelscherm. Er zijn nog testgegevens worden afgepast. Goed. Dan kunnen we naar de locatie gaan. We gaan de kaart opvragen. Momenteel duurt nog even iets, er zit nog fine-tuning in. Dat later beter. Dit is helaas nog iets dat te lang duurt. Het gaat nog verbeterd worden. Wanneer deze kaart zometeen op scherm verschijnt, dan zien we dat Tux in het midden van het lokaal zit. Tux, scherm is gedraaid. Dat is deze sensor hier zit. Mark, zou jij ons even doen om op te letten? Het scherm is helaas gedraaid. Het is nog niet helemaal perfect. Het is echt de eerste keer dat we echt in een andere ruimte dan ons schoollokaal hebben kunnen testen. René, zou jij de andere jouw programma even verhalen? Hier nog een stukje programma. Dit is wat wij gemaakt hebben om het zo makkelijk mogelijk in te stellen. Wij zien bovenin twee ronde bolletjes. Twee ronde bolletjes, dat zijn de plekken van de ankers. We hebben er eentje om die stoel hangen, groen dingetje achter Thomas. De andere ligt bij het papieren bord. Met die ankers die kunnen wij hier instellen. De afstanden kunnen we instellen. We kunnen zeggen dat zit ongeveer 14 meter uit elkaar. En dan kunnen wij dus met triangulation kunnen wij dat punt bepalen. Het moet nogal geoptimaliseerd worden, daar zijn we mee eens. Maar het is nu in ieder geval goed om globaal afstand en de locatie aan te geven. Dat klinkt zo far zo goed. En nog naar de deel zijn. Deze? Deze? Moet je het even. De laatste keer dat we hier hadden, dat komt het niet in de map. Had de laatste keer. Kijk, aangezien we twee ontvangers hebben, kunnen we niet weten van aan welke kant ze lopen. Het geeft altijd een afstand, maar het kan of onder zitten. Dit is B-overlaat. Als wij die eruit lopen, dan zou het dus goed dus wel op het scherm komen. Dat is goed om mee te delen. De laatste keer hadden wij gezegd dat we 15 meter bereik hadden. Dat is aangepast. Wij hebben getest dat wij 150 meter stabiel bereik hebben in een clear line of sight. En op 220 meter hadden we ook nog bereik, maar niet zo heel stabiel. Ja. Binnensdoor hebben we nog niet goed kunnen testen, maar het werkt zeker door muren heen en stukken beter dan de vorige keer. Die deur nog even uit kan, dan. Hij is uit beeld verdwenen, helaas. Ik zal terugkomen. Wij gaan naar de presentatie doen. Mijn vorige presentatie was medegedeeld dat Bluetooth al een hele goede optie was volgens Centric. Dus daar hebben wij nog even naar gekeken. Ja, de voordelen van Bluetooth waren dat het heel goedkoop was. Het heeft weinig stroomverbruik. Zo'n Bluetooth module werkt ongeveer 2 jaar op een batterij. En Bluetooth is ongeveer binnen tussen 1 en 3 meter nauwkeurig. Een nadeel is wel dat het een kort bereik heeft. Dus je zal heel veel Bluetooth modules moeten gebruiken in een gebouw. En omdat de batterij 2 jaar meegaat, moet het ook om de 2 jaar vervangen worden. Dus dat zijn heel veel extra kosten. En er zijn meerdere beacons nodig voor 1 kamer. Dus als je een groot gebouw hebt zoals dit, dan zou je echt wel flink wat Bluetooth modules moeten gaan aanschaffen.
hoeveel beacons heb je, of hoeveel van deze dingen heb je dan voor dit gebouw nodig? Nou ja, als we met triangulatie kunnen gaan werken en ze hebben een steilwielbereik van 150 meter getest hebben, dan zou je denk ik, hoe groot is dit gebouw? Maar ja, hij ging de gang in en was het al weg. Hè? Ja, dat is van de map. Van de kaart. Van de kaart. Ja. Als we het hele gebouw zouden mappen. Dan. We zullen dan ook dit gebouw eerst moeten mappen. Nee, maar goed, er zijn een aantal heb je dan nodig. Niet zoveel. Ja, niet veel. Gewoon ja, per 150 meter hebben we er dan 3 nodig. Met de test die ik nu gedaan heb, heb ik rekening gehouden met een range van 20 tot 30 meter. En ik denk dat het nog langer kan. Maar dan zou je 200 meter in een heel klein gebouw waar je niet efficiënt kan indelen. Misschien wel 400 vierkante meter per ding, per apparaatje, in een goed geoptimaliseerd gebouw goed inzetten. En verdiepingen, hebben jullie daarover nagedacht? Omdat wij zo weinig hardware hebben, kunnen we nog niet met meerdere verdiepingen werken. Maar op zich kan je met meerdere verdiepingen alleen maar efficiënter maken. Het is technisch mogelijk, alleen wij kunnen het helaas niet realiseren op dit moment. Dan heb je een derde module nodig. Huh? En die komt niet vertaald. Ja, ik heb wel een use case in dit gebouw, want er zit een student van een andere hogeschool die is bezig met de HoloLens en met de BIM-modellen. En waar wij behoefte aan hebben in dat framework wat we aan het ontwikkelen zijn, is in een plug-in indoor positioning systeem. En maar ja, die hebben we nu niet. Komt niet bij. Dus we zouden zo, hè, dat idee van jullie zouden we hier wel kunnen implementeren. Zo. Hoor je dat? Wat is, welke kosten hebben jullie nu gemaakt? 1 miljoen. De kosten van de hardware zijn plus minus 30, 40 euro per onderdeel. Ja, hoeveel van die miljoenen zijn er echt nodig om een goede vervanging in het gebouw? Dit gebouw. Alleen maar voor de hoogte extra. Eén verdieping is voldoende. Dus met spullen die jullie hebben plus 1 module, waar kom je dan op uit? Ik zou zeggen, als we nog goed kunnen optimaliseren, zou 6 tot 8 moeten lukken. Op dit moment zou ik zeggen 10. 10 wat? Modules. Oké. Maar dat is voor het hele gebouw. En dat vroeg. Alleen één verdieping. Eén verdieping. Maar ik denk met 3 modules, dus wat je nu hebt, plus nog 1, wat de kosten kom je daaruit? 4 modules totaal, dan zitten we op 160 euro. We hebben nu 3 modules, die waren 65. Dat dan. En ik verwacht dat die modules nog wel goedkoper gaan worden. Als ik kijk naar hoe Bluetooth een paar jaar geleden was, dan zaten we ook te kijken naar 30 euro per apparaat. Nou ja, en op dit moment hoorde ik dat het 2 euro was. Dat verbaasde mij ook nog. Laten we zeggen, het idee speelt nu, hè? Dus in die zin hebben we het over de kosten van nu. Ja, voor de ultra-wideband modules, nou, het voordeel daarvan zijn, het heeft weinig last van storen van andere apparaten. Dat komt omdat het op een hele aparte frequentie drijft, zodat het ja, eigenlijk geen storing heeft van wifi bijvoorbeeld, of van andere, zoals Bluetooth. Er zijn minder modules nodig voor één kamer. Nou ja, hier hebben we één kamer en hebben we alle modules gemaakt. Maar in principe zou je gewoon een grote verdieping kunnen pakken met meerdere kamers. En dan zou het niet uitmaken of je nou voor alle modules in één kamer zet of gewoon voor heel de verdieping. Dus dan kan je 3 modules verdelen over gewoon heel de verdieping. Zoals bij afdelingen in een verzorgingshuis. Ja. De nauwkeurigheid is ongeveer getest op 10 en 30 centimeter. Dus dat is wel fijn aangezien je nou ja, muren zijn ongeveer 20 centimeter dik meestal, 30 centimeter. Dus dan kan je heel makkelijk bepalen. Ook al heb je kleine ruimtes, zoals kastjes of toiletten, dan kun je nog steeds zien waar die mensen zich bevinden. Nadeel is wel dat er veel stroom gebruikt wordt, vooral de anchors en zo. Aangezien die een ESP gebruiken om de data naar de server te versturen. En de kosten van zo'n UWB-module zijn op dit moment nog echt prijzig. Wij hebben gekozen om nog steeds UWB te gebruiken, omdat dat heel precies is en wij vonden dat een belangrijk punt. Minder modules zijn ook nodig. Dus of je nou weinig van iets duurs koopt of veel van iets goedkoops, zou je uiteindelijk niet zoveel kostenverschil krijgen, zo redeneerden wij. En omdat dit een nieuwe techniek is voor deze sector, wouden wij graag dit realiseren om te kijken hoe het eigenlijk zou werken.
bij de vorige presentatie kwam nog aan bod waarom wij gekozen hebben voor Android in plaats van web-based voor iOS. Overzicht van alle soorten die we hebben. Ze hebben eerst web-based. Het voordeel ervan is dat het makkelijk onderhouden is. Het is compatible met oude telefoons. En het werkt ook op iOS en op Android tegelijk. Het nadeel ervan is dat het wel beperkte beschikbaarheid heeft van de functies die gebruikt kunnen worden. Niet alle uitbreidbare mogelijkheden die we kunnen doen, is ook mogelijk met web-based. Ook is beperkt opslag van data mogelijk, als je alleen met cookies kan werken en niet met een volledige database zoals we eigenlijk willen. Hoeveel heb je nodig dan lokaal? We slaan nu de gegevens op van de database, zijn de usernames en de wachtwoorden. Dus het is niet heel veel, maar zeker met uitbreidbaarheid met andere projecten kan wel handig zijn om meer te hebben. En eventueel om te implementeren met al bestaande apps in de verzorging? Ook is het belangrijk om te weten dat alle afbeeldingen ook opgeslagen moeten worden. Dus al gaan we meerdere ruimtes hebben, we hebben nu maar één kamertje hebben we net laten zien, maar we kunnen ook wel meerdere kamers zetten. Dan wil je meerdere afbeeldingen hebben, die moeten ook ergens worden opgeslagen. Ja, dat is, ja, die discussie kunnen we al een andere keer voeren, maar dat is ook geen probleem van een web. Dan doen we iOS. Het voordeel ervan is dat het bijna grote systeemupdates heeft. Dus als je eenmaal een app gebouwd heeft, gaat er weer lange tijd mee om een beetje aan te passen. Het is ook een streaming controller op de App Store. Dus de kans dat er echt een grote wijzigingslek in zit, is gewoon erg klein. Dat wordt ook gecontroleerd. Het is al implementeerbaar in andere apps. Maar van de week nog een grote volgens mij. Root. Oh ja, Root. Maar het is relatief klein vergeleken met web-based. Okay. Dus er zit al het voordeel aan tegenovergesteld van andere mogelijkheden. Daarnaast is het ook implementeerbaar in andere apps, zoals Android. Nadelen van zijn dat apparaten meestal een behoorlijk grote aanschafprijs hebben. En de meeste mensen gebruiken het ook nog niet, ze hebben ook weer nieuwe telefoons nodig. Ook is het niet het meest gebruikte systeem, en daarom is het ook voor Android een beetje zegdeuze. Dus de voordelen van Android, het is een goedkopere aanschaf van telefoons. Dus de meeste mensen hebben die ook al, aangezien het het meest gebruikte besturingssysteem is. Ook heeft de Play Store een vrije omgeving, dus het is ook makkelijker om voor ons als kleine developers om te publiceren. Oké, de beveiliging is wel misschien wat minder goed, maar dat kunnen we ook zelf opleggen. Ook is het implementeren in andere apps, net zoals iOS. Nadelen van zijn wel dat er vaker updates gepusht worden, en ze ook vaker moeten controleren of jouw systeem nog werkt. Dan conclusie. We hebben gekozen dus om voor Android te kiezen. Het is een goedkopere aanschaf van de apparaten. Een grote kans dat mensen ervaring mee hebben. En sommige mensen in de zorg zijn gewerkt ervan mee. Ik ga vertellen een stukje over de server. Bij de vorige presentatie was er naar voren gekomen dat de Windows toch wel wat veiliger was dan Linux. Na de onderzoek die we hebben verricht en gekeken naar wat er eigenlijk de verschil tussen is, eigenlijk zijn ze even secure allebei. Het is wel zo dat Windows meer grotere scope heeft tot hacken dan Linux, omdat er veel belangrijke dingen op Windows worden gedraaid dan bijvoorbeeld Linux. Het is zo dat wij hebben gekozen om een app te gebruiken, waardoor ik heb vooral gekeken naar Windows 10 IoT en Windows IoT, wat hij gebruikt, is eigenlijk de webapplicaties. En wij willen eigenlijk een app bouwen. Dus waarom wij dan toch kiezen voor Linux, is omdat het ondersteunt onze app beter, het ondersteunt onze database beter. En het is ook zo dat Linux ook nog steeds up-to-date is met embedded systems, omdat Google bepaalde extensies voor heeft. En Linux Foundations heeft ook bepaalde distro's die dat ook ondersteunt.
We hadden hier even een paar voorbeelden van voordelen van Windows. Ja, het is ondersteuning wanneer het heeft ondersteuning wanneer iets fout gaat. Het is gebruiksvriendelijker. Maar nadelen eraan zijn, er worden veel hacks ontwikkeld elke week op Windows en kwetsbaar voor malware en virussen dus. Heeft antivirusprogramma nodig en ook licentiekosten. Ja, Linux, er zijn veel minder virussen, zoals ik het had verteld over de scope. Draaien even goed op oudere goedkope hardware, zoals Raspberry Pi die we gebruiken voor ons project. Het is open source en heeft geen licentie voor nodig. Nadelen, geen ondersteuning mogelijk voor als er iets fout gaat. Het is heel complex en niet alle versies komen met de LTS-patch. Ja, de conclusie was gaan naar Linux. Het is een gratis platform om het kostbaar te houden, omdat de UWB's natuurlijk al best duur zijn. Het is geschikt voor ons project, zoals ik had verteld, omdat het veel beter gaat met onze applicatie, de database en Linux nog steeds al vrij, nog niet uit tegenwoordige tijd weg is. Ja, minder zorgen voor beveiliging, slekken en aanpasbaar naar eigen wensen. Ja, samengevat, dit was het. En de vraag is nog of we zo kunnen doorgaan en het project fine-tunen. Kan dat doen? Ja. Oké, dankjewel. Laat ik even met het laatste beginnen. Ik vind de argumentatie aan het eind, nog even los van het feit dat je kiest, ik vind het gewoon heel rammelend. Haal die volgende slides terug bij Linux. Nog even. Want hier staan allerlei dingen op, het is goedkoop, het is open source, je hebt geen licentie nodig. Er zijn veel minder virus en malware. Waar leid je dat dan af? Volgens mij kan ik gewoon ook malware zetten op de besturingssoftware van Rijkswaterstaat. Er is gewoon ook aanvallen op Linux. Ja, dat is het zeker. Dat zei ik niet. Die er niet zijn, die zijn er wel. Maar de scope daarvan is gewoon veel kleiner. Want Windows is gewoon veel meer gebruikt en veel meer geïnstalleerd op belangrijke dingen. Zoals bijvoorbeeld, ik weet van Windows IoT 10, die is bijvoorbeeld gebruikt voor kassabedieningen. Of kassa's gewoon behaald. En als die gehackt worden, volgens mij lijkt het mij veel. Er komen veel kwetsbare dingen vrij dan bijvoorbeeld bij Linux. Dat is een wensredenering in de zin van het zal mogelijkerwijs zo zijn. Ja. Als je naar de huidige wereldwijde cijfers kijkt, neemt het gebruik van Linux steeds verder af. Met name ook om de onveiligheid die erin zit. Ik geloof dat nog 1% van de apparaten gebruik maakt van Linux. Aan de andere kant, alleen al Windows 10. Ik heb heel iets anders op het internet. Nou, dan is het handig om daar wat bronnen bij te halen. Okay. Ook te kijken naar de cijfers waarin dat gebruikt wordt. Ja. Onder andere vorige week zijn er cijfers uitgekomen waarin dat de afname van Linux aan de orde is. Om ook een heel simpel principe overigens wat er gaat ontstaan. Zij die de code hebben gemaakt van Linux sterven langzaam zeker uit. En er zijn weinig softwareprogrammeurs die gedocumenteerd hebben wat ze precies in Linux hebben gestopt. En daar komt langzaam zeker toch een interessant probleem bij te ontstaan. En even terug naar het verhaal over Windows. Je volgende slide is dat volgens mij. Daarvoor volgens mij. Want daar worden dan ineens een aantal dingen aangegeven. Er is wel ondersteuning, het is gebruiksvriendelijk, maar er worden veel hacks ontwikkeld. Er zijn meer dan 500 nieuwe desktops op de wereld waar Windows op draait. Het aantal keren dat je op een Windows 10 op dit moment een probleem krijgt, dat is aantoonbaar. Maar wordt ook heel snel, eigenlijk binnen een uur wordt het opgelost. Dus de vraag is van ja, waar zit nou de redenering dat dit meer of minder of een nadeel zou zijn? De kans dat een Windows-machine uitvalt is kleiner dan dat een Linux-machine uitvalt, omdat de Windows-machine door Windows wordt onderhouden. Er zitten hoge licentiekosten bij, van ja, dat heeft een reden daarbij. En je hebt een antivirusprogramma nodig. In Windows 10 zit een eigen virusprogramma, wat continu door Microsoft wordt bijgehouden. Dus het gaat me niet om de keuze die je uiteindelijk maakt, maar dit zijn natuurlijk redeneringen. Laat ik het even zeggen, het slaat eigenlijk nergens op. Ja, ik ben er maar even heel hard in, want ik snap dat je het vindt, maar voor mij is wel even de vraag, kun je het ook onderbouwen? Oké, ja.
want dat mag je toch wel veronderstellen. Ja, als je echt zeker een onderzoek doet van waarom gebruik ik iets, en je, ik zeg niet dat je het een of het ander moet gebruiken, maar ik vind wel dat de redenering goed moet zijn. En dit zijn heel veel wensdenkelementen. Ik denk dat. En dan denk ik van ja, ik vind dat je wel even na kunt kijken, na kunt zoeken hoe dat het dan in elkaar zit. En waarom dat die keuze er is. Laten we wel wezen, als je het in Microsoft Azure hangt, dan zijn de kosten die je daarvoor moet maken ten opzichte van de total cost of ownership van Linux. Dat vind ik dan een interessante vraag. Van hoe gaat zich dat dan ten opzichte van elkaar verhouden? En wat zit dan, waar zitten dan de aansprakelijkheden daarbij? Ja. Dus ik vind hem, qua redenering, vind ik hem heel erg zwak. Het mag iets steken. En ik vond het een fantastische demonstratie. Maar er is voor mij nog een laatste vraag bij. Zeker naar het eind. Want jullie hebben het over, ik wil verzorgen wat ik vind. Dat betekent dat ik dat op een mobiele telefoon moet kunnen zien. Want ik loop ergens in het verzorgingshuis. Ik kom aan de hand van dat plaatje. Oh, dat was de telefoon van die jongen. Dat was de telefoon. En daar zit ook dat plaatje op waarin dat ik dat kan vinden. Dus daar zit nog wel even de vraag in, hoe vind ik nou de goede? Want dat kon ik niet zien, wie is nu wie op welk blauw punt. Nee, je kan inderdaad, je hebt op een gegeven moment een scroll-down bar. En dan kan je ook de verzorgende klikken die je wil. Dus dan kan je degene vinden. Nee, daar heeft u gelijk in inderdaad. Maar dat zit daar inderdaad onder een scrollbar en dan kan je klikken welke verzorgende. En jij had het erover dat er opslagen werden gedaan van de afbeelding. Ik neem aan van het, de plaats waar iemand is. Afbeelding, dus achtergrond afbeelding bedoelen wij dan? Ja, daar zal ook de plaats op, daar zal ook de plaatsbepaling op zitten van de verzorger. Dat is dat apart, omdat wij niet ook in afbeelding willen doorsturen, sturen wij een afbeelding in het begin door en daarna gaan we coördinaten doorsturen. Oké, maar dat betekent dus dat we daar dus nog een privacyvraag krijgen. Waar afbeelding of qua locatie? Nou, waar al die data bij elkaar komt, dat zal in de centrale server op een database zijn. Daar zit dus wel even wat privacyvragen, want dat is wel privacygevoelig informatie. Afgelopen adviespresentatie hadden wij aangegeven dat wij met AES gingen werken, alles dichtsleutelen. Daar waren geen vragen gesteld, dus we hadden het in deze presentatie ook niet meegenomen. Maar voor het eind, zei ik, dus dat is wel een punt dat je daarin moet doen. We kunnen een heleboel maken zoals dat gebruikt recht hebben, niet meer visie. En dit kunnen we ook net te maken, maar we zullen kijken hoe ver we kunnen komen. Okay. Maar we kunnen niet alles doen, maar alle hebben jullie straks een paar minuutjes? Ja. Geen vraag. Mooi. Ja, goede demonstratie inderdaad. Dankjewel. Pitched. Okay.